Wat voor een opleiding heeft u gedaan? Ik heb een VWO-opleiding gevolgd in Israël. En ik heb in Nederland economie-studie gehad in Tilburg. Okay. Wat doet u precies voor uw werk? Nou, ik ben bij Bosch Rexroth. Het is een dochterbedrijf van het Bosch concern. Rexroth is verantwoordelijk voor met name de industrie. Industriële projecten. Daar ben ik directeur legal and finance. Oké. Okay. Dus mijn ideale baan was vroeger accountant. Maar het is gewoon heel simpel omdat bij mij in de familie heel veel accountants zijn. Mijn vader is accountant. Dus dat was een beetje voor de hand liggend en heel dichtbij. Maar gaandeweg heb ik dus de economiestudie gevolgd. Eerst met de intentie om accountancy te studeren verder. En daarna, toen ik bij Bosch Rexroth terecht kwam, toen heeft mijn loopbaan zich zodanig ontwikkeld en heeft zoveel uitdagingen geboden dat ik daar op dat pad ben verder gegaan en me ontwikkeld heb op het gebied van legal and finance. Oké. Welke eigenschappen heb je nodig voor dit werk? Welke eigenschappen? Ja. Nou, je moet bepaalde managementvaardigheden hebben om mensen te kunnen begeleiden en ook mensen te coachen om hun werk te kunnen doen. Je moet goede communicatieve eigenschappen hebben. Je moet in ieder geval multidisciplinair zijn. En je moet in ieder geval ook multicultureel zijn, omdat wij zaken doen met heel veel landen. En het is belangrijk om ook andere culturen te begrijpen om daar zaken mee te kunnen doen. Wil u vroeger ook altijd al een directeur van Legal and Finance worden? Of? Nee. Ik ben daar nooit zo mee bezig geweest. De Legal and Finance, nou precies. Directeur Legal and Finance is verantwoordelijk voor alle financiële zaken van het bedrijf. En daarnaast voor alle juridische zaken. En daarnaast heb ik ook de verantwoordelijkheid voor exportcontrole. Dat heet Foreign Trade Officer. Voor 23 bedrijven binnen Robert Bosch Benelux. Dus binnen de hele Benelux. Heeft u plezier in uw werk? Ja, zeker. Dat is, zoals ik net zei, de uitdaging van een aantal bepaalde moeilijke vraagstukken. Geef het dus de plezier van in het werk. Ook wij realiseren hele grote projecten met die wereldwijd toch een bepaalde naam en faam hebben. En dat maakt dat je trots ook op het bedrijf waar je voor werkt. En ook plezier hebt in je werk. Oké. Okay. Dan is het verder geen vragen. Dan was het. Oké. Okay.